Ruud S. is door de rechter veroordeeld tot 8 jaar cel voor het doden van Celesta Kempers. Dat is 2 jaar minder dan de eis van het OM. Volgens de officier van justitie heeft hij Celesta op een zeer gewelddadige manier om het leven gebracht, zonder dat ze zich kon verweren. Celesta Kempers werd op 15 januari thuis doodgestoken in de Van Aalstlaan in Zoetermeer. Na het verliesgevende jaar 2010 heeft de HTM vorig jaar een winst geboekt van bijna 6 miljoen euro. Dat blijkt uit het jaarverslag van de HTM over 2011. De winst komt op een moment dat de HTM reorganiseert. In totaal worden 500 arbeidsplaatsen geschrapt. Volgens de HTM is dat nodig om het vervoersbedrijf ook in de toekomst rendabel te houden. Een 67-jarige fietser uit de Lier is maandagavond na een frontale botsing met een andere fietser overleden. De vrouw zat op de fiets en botste op de Van Wijklaan in de Lier frontaal op een 38-jarige man uit Hoek van Holland. De vrouw raakte zwaar gewond en werd onder politiebegeleiding naar een ziekenhuis gebracht. Daar overleed ze later aan haar verwondingen. Het mooie weer heeft dinsdag gezorgd voor een flinke uittocht naar het strand. De trams vanaf Den Haag Centraal richting Scheveningen zaten overvol en ook de wegen naar het strand waren erg druk. Ook de rest van de week blijft het mooi weer.